S'avonds bij ondergaande zon, als het noorden zich verrijkt met het zuiden in het Aperon en op een drukke wachtzaal lijkt, dan smaakt de jongen naar pasties. Is er bier dat op birra lijkt, dan smaakt de koffie niet zo vies. Als lawaai het vuil verrijkt, dan lijkt de Saint-Paul op een minaret. De krantenjongen lijkt op de imam en de stationschef op Mohammed. En ik mijn droom niet onderdrukken kan, dan wordt de kiosk een bazaar. De bloemenkoopman heet José en het stationsgebouw, zo waar, wordt een groteske moskee. Vertelt Louis over Cordoba, Abdullah van Mostaganem, Ismaël over Ankara en ik vertel over Haarlem. Dan gaat de trein naar Utrecht verder en hij verwijdert zich al heel erg gauw. Archimedes wordt weer spoorwegwerker en Carmencita toiletjuffrouw. In het restaurant wordt rond die tijd de vloer weer schoongemaakt en alle dromen ten spijt. Word ik door heimwee geraakt in het station, ik ben het zat. Als de imam zijn geld al telt, zit ik en overdenk nog wat. Omdat niemand mij wat vertelt, dan sta ik op en draai een sigaret. Met vuile vingers, stijf en klam. Ik heb het gevoel, ik heb het weer gered. Om 11:40 uur. Station Schiedam.